fuego interior. Welkom beste mensen bij weer een uitzending van Spiritueel Café TV. Wij hebben vandaag de bijzondere eer om een interview te mogen hebben met niemand minder dan Robin de Ruyter. Schrijver, auteur van verschillende boeken, de 13 satanische bloedlijnen, de mythe van Al-Qaeda, de protocollen van de wijze van Sion ontsluierd en het laatste boek, de komst van de transitie, het einde van ons individueel zelfbeschikkingsrecht, waarin trouwens heel veel staat over hoe de geldsystemen werken. Dit alles wordt uitgegeven door MyraPublications.nl. Dus als jullie daar wat meer over willen weten, kunnen jullie dat meteen opzoeken. Welkom Robin! Hallo, Lexus. Hallo. Nou Robin, met al dat werk wat we hier voor ons zien, we zien het achter ons, al die boeken, dan moet je natuurlijk gigantisch veel tijd hebben, maar ook heel erg veel energie. En de eerste vraag die wil ik toch echt vragen, waar haal jij in vredesnaam die energie vandaan? Ja, dan moet ik helemaal terug in de tijd. En dat gaan we terug naar Spanje, Canarische eilanden, daar ben ik opgegroeid, tenminste een groot gedeelte van mijn jeugd. Ik heb daar gestudeerd, theologie, geschiedenis, nog wat andere zaken. Een van de dingen die mij enorm boeide was religie. Op een bepaald moment, ik woonde heel mooi in een baai, mooi strand, samen met mijn ouders, de rotsen. Dus op een bepaald moment, ja, ik was wel veel alleen en kom hier. Kom je met de vraag van, ja, wat doen wij hier eigenlijk op deze planeet, wie zijn wij? Toen ben ik ook de evolutietheorie, ben ik eens wat gaan natrekken en onderzoeken. En het blijkt dus dat er meer tussen hemel en aarde is, want het leven kan onmogelijk uit zichzelf ontstaan. Dus dat leidde ertoe dat ik dus zei, nou, wat moet ik? Toen ben ik dus ook theologie gaan studeren, ik heb me verdiept in religies. Dat hield in dat ik dus ook tijdens mijn studie, dat ik mij bewust werd dat ook binnen Spanje, waar alleen de katholieke kerk het voor het zeggen had, dat daar enorm veel secten werkzaam waren. Onder andere ook satanische secten en met het resultaat dus dat ook enorm veel ritueel misbruik, vooral kindermisbruik en offeren van kinderen. Binnen de katholieke kerk? Binnen de katholieke kerk niet, maar de secten die dus in het geheim in Spanje dus opereerden. Okay. Binnen de katholieke kerk niet, dat is dus een verhaal op zich. De theologische studie werd wel dus als enigste officiële studieinrichting. Theologie had je dus alleen de vanuit de katholieke kerk was dat mogelijk. Op een bepaald moment ben ik in contact gekomen met een Mexicaanse uitgever die heel gesprek mee gaat. En die vond het enorm boeiend wat ik dan over die secten had ontdekt. En in Mexico hadden ze onder andere heel veel last van Jehovah's getuigen. En hij zegt, nou, je weet er zoveel van, wil jij dus, wil je daar een boek over schrijven? Wij geven het uit, geen probleem. Ik zeg, nou, een boek schrijven, ik zeg, dat moet ik eerst kijken hoe dat allemaal gaat, hoe dat loopt. Ik zeg, dat gaat natuurlijk niet zo 1, 2, 3. En ik heb dus toen, heb ik geïnfiltreerd gezeten bij Jehovah's getuigen 2 jaar om informatie los te krijgen. En toen heb ik dus het boek kunnen schrijven. Op een bepaald moment, tijdens onderzoek bij Jehovah's getuigen, kom je bij een heel machtig groepje achter de schermen kom je terecht. En als je die groep dus gaat onderzoeken, dan blijkt dus dat ze op ieder gebied werkzaam zijn. Niet alleen op religieus gebied, maar ook economie, bankwezen, wapenhandel, drugs. Overal hebben ze een vinger in de pap. En dat is dus, dan komen we terug op de vraag van, waar haal je energie vandaan? Nou, als je die groep dus gaat onderzoeken en je ziet waar hun mee bezig zijn, het is zo interessant en ook zo belangrijk om naar wat je daar dus ontdekt, om dat toch door te geven, omdat dat dus bewust verzwegen wordt, wereldwijd dus. Ja. En dat is dus eigenlijk, dat laat je niet meer los. En dan heeft het met energie bijna niks mee te maken, want je gaat gewoon door, dat is de drijfveer. De motivatie steeds ook je energie. Ja, maar het is natuurlijk niet alleen binnen Jehovah's getuigen groeperingen waar we dit tegenkomen. Hè? Dat komen we eigenlijk in verschillende religieuze bewegingen. Je kunt de
in het algemeen zeggen dat je dus, maakt niet uit, mormonen, jehovah's getuigen, achter de schermen is het één en dezelfde groep die opereert. Ze hebben ook onderling contacten, ze helpen elkaar op hoog niveau dan de leden zelf weten daar niks van. Het zijn slachtoffers, jehovah's getuigen zijn hele aardige, lieve mensen. Ja. Kunnen goed feest vieren, zijn enorm, ik heb daar een hele prettige tijd gehad. Maar het gaat om de top en ook binnen hun bij de top in Brooklyn, dus in de Verenigde Staten, zijn er maar 2-3 mensen die dus heel goed weten wat er werkelijk achter de scherm gebeurt. Het principe is hetzelfde als bij het katholicisme, het christendom, dat van de goed bedoelende mensen op de werkvloer misbruik wordt gemaakt. Ja, je vindt dat binnen alle geloofsorganisaties. De masonerie, de vrijmetselarij, heb je hetzelfde. De vrijmetselaars zijn hele aardige mensen. Een blauwe graden, een rode graden, het gaat allemaal prima. Maar zo gauw je dus bij de witte graden komt of daarboven, dan merk je dus of daar bevinden zich gewoon de mensen, de organisaties waar ik het al eerder over had, dus die achter de schermen opereren, die hebben dus overal hun mensen staan en zitten. Ja, dat is wel even een hele belangrijke met betrekking tot generalisatie, want er wordt behoorlijk veel gegeneraliseerd vandaag de dag. Ja. Want als één iemand binnen een organisatie slecht is, dan is de hele organisatie slecht. Ja. Maar het zijn vaak sleutelfiguren die weten wat er aan de hand is. En alles wat eronder zit, die weten niet wat er aan de hand is. Je hebt daar een mooi voorbeeldje van. Hè? Ja, dat is dus overal, hè? Zowel binnen de katholieke kerk, vrijmetselarij, overal is dat zo. De massa, en het is ook niet de bedoeling dat de massa dus weet, de volgelingen ook weten wat er aan de hand is. Dat is natuurlijk geen nut. En zoals Jehovah's getuigen, ook andere religieuze bewegingen, die worden geregeld ingezet, dus vooral ook op politiek gebied. Jehovah's getuigen hebben enorm veel gedaan tijdens de Tweede Wereldoorlog om voor de Joodse mensen, die dus in Duitsland wonen, om Palestina aantrekkelijk te maken, zodat ze zouden emigreren naar Palestina. En ook in samenwerking met Adolf Hitler heeft de organisatie daar dus enorm veel werk verricht. Ja, ter illustratie, als iemand dus als iemand een sleuf komt graven, een fundament komt graven om iets te bouwen, die man die sleuf komt graven of die beton stort, die kent het eindresultaat niet. Maar hij voert wel gewoon netjes zijn eigen opdracht uit. Ja. Maar hij hoeft het eindresultaat niet te kennen. En als het eindresultaat niet slecht is, dan wil niet zeggen dat die man die sleuf graaft of die beton stort. Ja. Dat hij daar werkelijk slecht is. Dan wilde ik ook even naartoe natuurlijk. Ja. Nou, er zijn heel veel mensen die met deze materie bezig zijn, die toch de donkere kanten van onze maatschappij bloot proberen te leggen. Volgens mij lukt jou dat behoorlijk. Pak een Robert Kennedy, een John F. Kennedy, maar ook andere mensen die dat misschien in mindere mate, minder zichtbaar hebben gedaan, dus Pim Fortuyn. Dat zijn allemaal mensen die redden niet zo heel erg lang. Op een bepaald moment, als ze te veel vertellen, leggen ze het loodje. Jij bent er nog. Gelukkig. Wat doe jij anders dan die mensen? Nou, anders doe ik. Ik denk dat het verschil is dat deze mensen dus, bijvoorbeeld Pim Fortuyn, ja, die is een politiek figuur, die kreeg zoveel aanhang, te veel aanhang. Of laat ik zo zeggen, waar ik over schrijf, de mensen achter de schermen van de politiek, et cetera, daar had hij het niet zoveel over. Maar hij kreeg enorm veel aanhang en ik denk dus, ook ben er wel van overtuigd, dat als er dus verkiezingen waren gekomen, dat hij dus absoluut dus premier van Nederland zou zijn geworden. En dan hebben ze dus iemand, want ook achter de politiek opereert dus deze groep waar we het dus eigenlijk over hebben. En dan hebben ze dus iemand daar zitten die niet controleerbaar was. Dat is nooit het plan geweest dat die man zo bekend en zoveel aanhang zou krijgen. Dus, maar ja, Pim Fortuyn, daar weet ik verder weinig over. Ik weet alleen dat hij 2 verschillende kogels in zijn lichaam had. Dat is het enige wat ik weet. Het boek van Instagram van Telt. Ja, dat klopt. Ja. Dat vind ik wel een heel. Dat vind ik een gewaagd boek. Ja, dat is ook een gewaagd boek, maar dan word je geridiculiseerd, hè? Ja, maar dat is wat gebeurt met mijn boeken ook, vooral in de westelijke wereld. Mijn boeken komen nu dus in meer dan 100 landen uit en Latijns-Amerika is het heel anders bijvoorbeeld, daar wordt het heel anders opgevangen. Wat men daar dus wel doet, en dat is misschien wel interessant te weten, bijvoorbeeld in Mexico, waar dus mijn eerste uitgeverij zat, dus hadden we eerst het boek over die Jehovah's getuigen, dat hebben we dus uitgegeven.
En toen kwam ik dus, heb ik dus verder onderzoek gedaan. En als resultaat van het boek van Joris Gerard kwam dus het boek over onze elite. De mensen achter de schermen. En ook onder andere over vrijmetselarij en wat daar dus allemaal speelde. En nou is in Mexico is sinds 1917 regeert de vrijmetselarij daar als enig land ter wereld open met een politieke partij. De uitgeverij was katholiek, werd geleid zelfs door een priester. Uh-huh. En hun gaven meer boeken uit dus tegen de vrijmetselarij. En wat ze dus gedaan hebben, ze hebben die priester dus verbannen naar Afrika. En ze hebben de uitgeverij opgekocht en een maand later failliet verklaard. Dus ze waren in één klap waar ze van al dit soort boeken af. Dus dat is ook een manier om dus... Een ander voorbeeld kan ik noemen, Frits Springmeijer. Dat is, daar werk ik al heel lang mee samen in het verleden. Ik denk dat ik een van de eerste was die ook contact met hem had. David Icke heeft enorm veel van hem overgenomen. Maar Frits begon dus op politiek gebied in de Verenigde Staten dus folders uit te delen en te verstrekken tegen de overheid. En dat heeft hem dus, ze hebben hem drugs in huis gelegd en een bankoverval in de schoenen geschoven. Waar hij absoluut niet aan deel heeft genomen, waar hij ook aan die drugs totaal geen... Dan word je gevreemd. Ja, en toen was hij dus voor 9 jaar in de gevangenis. En hij moet nou nog een jaar zitten, want ik heb dus constant contact met hem. Een van de redenen dat ik ook op de laatste boeken dus zijn naam bijzet, is dat ik hem ook krediet geef van wat hij dus, ook zijn informatie mag ik dus gebruiken. Dus dat zijn onderzoeken. En hij zit nu in een open richting, dus hij heeft iets meer vrijheid. En volgend jaar komt hij dus vrij en wij hebben dus plannen, dus als hij vrijkomt, dan hebben wij... een planning om dat hij dus ook naar Ecuador toe komt. Okay. En daar zijn we dus bezig om een soort opvang of in ieder geval om mensen die het niet langer uithouden in deze wereld daar dus naartoe te gaan. Zo'n veilige haven. Veilig is nergens meer, want het is, dat zal misschien in het loop van het gesprek ook wel blijken. Maar dat is een veilige haven, omdat ik dus ook dankzij relaties die ik heb ook door middel naar aanhang van mijn vrouw, dus binnen de politiek daar dus behoorlijke bescherming kan niet. Oké, dat is mooi. Het is mooi om te weten dat je in ieder geval in de toekomst veilig bent dan, hoor. Ja, gezond blijven is belangrijk, maar dat is in ieder geval, je hebt daar rust. En dat is dat ook dan voor alle andere mensen die dus denken, nou ik wil weg hier, daar hou ik niet meer uit. En, want wat dus op ons afkomt, dat is niet zo prettig. En iedereen die een beetje... om zich heen kijkt, merk wel dat wij dus in de samenleving waar we nu in verkeren, dat het niet zo goed met ons gaat. Nou, laten we daar eens even wat dieper op ingaan. Je geeft het al zelf aan, van wat op ons afkomt, dat is allemaal niet zo prettig. Nou, zit er een rode draad in je boeken, en dat komen we ook op het internet, komen we die rode draad ook tegen. De mensen die hiermee bezig zijn, of wie ze nou de elite wil noemen, de illuminaten, of hoe dan ook, of zionisten, die hebben een bepaalde agenda. Die agenda, daar zijn ze vrij open en bloot in op dit moment. Ze roepen ook van meneer George Bush senior, riep dat al. Het wordt door Clinton werd het geroepen, het werd door junior Bush werd het geroepen, het werd zelfs nou bij de Verenigde Naties wordt geroepen, door Sarkozy en anderen. Ze willen een nieuwe wereldorde. Ja, het is dus niet alleen een nieuwe wereldorde, houdt dus in. Een wereldregering en dan, dat zou op zich mooi zijn, want als men dus het beste met ons voor zou hebben, maar het probleem is dat deze mensen hebben niet het beste met ons voor. En jij zegt dus, Bush senior die sprak al over de nieuwe wereldorde, maar dat is al veel langer terug. Dus het begin van de vorige eeuw werd dit binnen de politiek al daar geregeld over gesproken. Ja, daar heb ik ook een heleboel citaten in het bloedlijnenboek. Dus dat het al niet van nu is. Want ik had laatste tijd geleden, dat is al een jaar geleden, een interview over 11 september. En daar was dan ook iemand, een hoofdredacteur van de Volkskrant aanwezig. En die probeerde mij dan, die lachte mij uit, zeggen, ach, dat is die Bush heeft daar een beetje over gepraat. Maar ja, toen werd ik dus ook meteen met de knop omgedraaid, ik kon ik niet meer op reageren, dat is logisch is. Maar dat is dus niet waar, dat is al heel lang, dat is al meer dan 100 jaar, is onze elite is daarmee bezig. En, dat is een plan. Daar werd ook openlijk over gesproken.
Ook in de media overal, dat kun je overal terugvinden met een beetje onderzoek, is het heel makkelijk aan te tonen dat die nieuwe wereldorde, die plan al heel lang bestaan is. Ja, dat plan is eigenlijk dat met geld wat uit het niets gecreëerd wordt, dat er zich overal wordt ingekocht, alle industrieën, alle belangrijke takken waar geld wordt verdiend, wat macht mee te regelen valt. En dat uiteindelijk dat geconcentreerd wordt in één wereldregering, één leger. Maar ook een compleet totalitair systeem. Ja, een totalitair systeem, dat houdt dus in een dictatuur een dictatuur is dus negatief. En dat is dus, wat ik net al zei, het is niet de nieuwe wereldorde, dat we het allemaal goed krijgen. Dat het voedsel eerlijk verdeeld wordt en dat... Altijd voorgehouden. Ja, dat alle problemen worden opgelost. Dat zijn allemaal leugens. Men is dus gewoon bezig met een werelddictatuur. Wat je zegt, dus één wereldregering, één wereldleider. En hoe is men daarmee begonnen? Men is in het begin van de vorige eeuw, men is al heel lang daarmee bezig. Die plannen bestaan heel lang. Maar eigenlijk, men kan dus zien dus dat in het begin van de vorige eeuw is men begonnen dus eerst dus de media, de massamedia helemaal onder controle te krijgen. Want die heb je nodig om mensen te sturen. De politiek werd geld uitgeleend. Aan de overheden werd dus enorme bedragen uitgeleend, afhankelijk gemaakt. En universiteiten, dus onderwijs is ook belangrijk, je hebt de politiek, het onderwijs en de massamedia, als je die drie onder controle hebt, kun je dus de mensen laten doen en denken zoals jij wilt. Dus daar zijn ze in het begin van de vorige eeuw zijn ze als eerste mee begonnen. Uh-huh. En ja, het uiteindelijke doel is, en dan komen we nu dus steeds dichterbij dus, want we zijn zo ver gevorderd, dat die dictatuur die staat klaar, alles is er kant en klaar. En als ik het goed begrepen heb, komt er een Amerikaanse Unie? We hebben wel een Noord-Amerikaanse alliantie, hebben we daar al. Ja. Er zou een Amerikaanse Unie moeten komen, een Europese Unie, die is er ook. Dan krijgen we een Afrikaanse en een Aziatische Unie. En die worden overkoepeld door wat er boven komt. Zover als ik het kan bekijken, heeft onze elite dus de wereld op ogenblik in 12 blokken opgedeeld. Ja. Die blokken, die moeten samen komen straks op bepaalde momenten, dus dat zien we nu dus. Er worden steeds minder blokken, maar er blijft dus op laatst één blok over, dus één. Ja. Één wereldregering. Ja, want het nadeel van centralisatie is, als het al voordelen heeft, ik zie de voordelen niet, maar goed. Het nadeel van centralisatie is dat het communicatie in de weg zit. Want er is geen communicatie meer. Ja. Zeker niet van het volk. Nee, en degene die de leiding geven. Nee, maar ja, dat heeft de volk heeft nog nooit wat. Men wordt ons, en in Nederland is natuurlijk een mooi voorbeeld. Er wordt ons dus, wij denken in een democratie te leven. We gaan elke 4 jaar mooi stemmen. En we mogen dus zeggen wat we willen. Tot zeker hoogte. Maar er wordt toch niet naar ons geluisterd. Want onze politici, dat zijn loopjongens voor de elite. Misschien kan ik even aan, misschien beter uitleggen dat ik zelf zie dus niet dat er nog wereldmachten zijn. Wereldmachten op ogenblik zijn dus de multinationals wereldwijd. En wie zijn de eigenaren van de multinationals? Dat zijn dus weer die kleine groep waar we dus eigenlijk over hebben, dus onze elite. Okay. Dus op het ogenblik moet je gewoon kijken van wat is er gaande. Politici, politiek heeft niks meer te vertellen. Multinationals, die sturen alles. En ja, in het belang van de nieuwe wereldorde. Wat moet je me toch eens vertellen, Robin? Grote namen. Vroeger, zoals Hitler, Mao Zedong, Stalin, die mensen, dat zijn toch geen kleine jongens, denk ik dan, ja. Op welk gebied dan ook, hebben die daar ook al mee te maken gehad? Die hebben daar alleen gezeten, dus met toestemming van. Ja, want de Amerikanen hebben ons toch bevrijd, hoe moet je dat zien? Ja. Dat is natuurlijk niet zo 1, 2, 3 uit te leggen, maar net hadden we het over dat we de wereld gingen opdelen in blokken. Ja. Ja. We hebben ook gezien dat we hebben oost-west gehad. Dat is dus, ik zag al jaren is die muur gevallen en het oost-west is verdwenen. Maar dat heeft alles te maken met het opdelen van het blok om dan langzaam zeker toch tot één blok te komen. En men heeft daar dus hun loopjongens neergezet. Stalin, dat heeft dus te maken met oost-west. Een van de redenen, er is nooit een bedreiging geweest vanuit het oosten, vanuit het oostblok. Maar waarom is het opgezet? Ten eerste angst, want angst regeert, met angst kan men ons dus
goed onder controle houden. Een ander belangrijk aspect was het opbouwen van een wereldleger. Want die wereldregering, die werelddictatuur die eraan zit te komen, heeft dus ook een wereldpolitiemacht nodig. Een wereldleger. Zonder de Koude Oorlog had men nooit zo'n groot wapenarsenaal of een wereldleger kunnen opbouwen. Dus dat was, er speelden heel veel dingen speelden daar dus een rol. En Adolf Hitler heeft daar ook indirect mee te maken, maar Adolf Hitler had dus ook andere belangrijke opdrachten. En een van de opdrachten is dus het opzetten van de oprichting. Ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen, hij is een van de belangrijkste oprichters van de staat Israël. Want de nieuwe wereldregering gaat vanuit Jeruzalem regeren. En ook een wereldleider gaat vanuit Jeruzalem. Hij heeft de val, zeg maar. Ja, dus dat is. Hij heeft ervoor gezorgd dat de staat Israël tot stand is. Wat men daar dus wel doet, en dat is misschien wel interessant te weten. Mm-hmm. Bijvoorbeeld in Mexico, waar dus mijn eerste uitgeverij zat. Dus we hadden eerst het boek over de Jehovah's getuigen. Dat hebben we dus uitgegeven. En toen heb ik dus verder onderzoek gedaan. En als resultaat van dat boek van Jehovah's getuigen kwam dus het boek over onze elite. De mensen achter de schermen. En ook onder andere over vrijmetselarij en wat daar dus allemaal speelde. En nou is in Mexico, is sinds 1917 regeert de vrijmetselarij daar als enig land ter wereld open met een politieke partij. De uitgeverij was katholiek, werd geleid zelfs door een priester. Uh-huh. En hun gaven meer boeken uit dus tegen de vrijmetselarij. En wat ze dus gedaan hebben, ze hebben die priester dus verbannen naar Afrika. En ze hebben de uitgeverij opgekocht en een maand later failliet verklaard. Dus ze waren in één klap waar ze van al dit soort boeken af. Dus dat is ook een manier om dus... Een ander voorbeeld kan ik noemen, Frits Springmeijer. Dat is, daar werk ik al heel lang mee samen in het verleden. Ik denk dat ik een van de eerste was die ook contact met hem had. David Icke heeft enorm veel van hem overgenomen. Maar Frits begon dus op politiek gebied in de Verenigde Staten dus folders uit te delen en te verstrekken tegen de overheid. En dat heeft hem dus, ze hebben hem drugs in huis gelegd en een bankoverval in de schoenen geschoven. Waar hij absoluut niet aan deel heeft genomen, waar hij ook aan die drugs totaal geen... Dan was je geen vriend. Ja, en toen was hij dus voor 9 jaar in de gevangenis. En hij moet nou nog een jaar zitten, want ik heb dus constant contact met hem. Een van de redenen dat ik ook op de laatste boeken dus zijn naam bijzet, is dat ik hem ook krediet geef van wat hij dus, ook zijn informatie mag ik dus gebruiken. Dus dat zijn onderzoeken. En hij zit nu in een open richting, dus hij heeft iets meer vrijheid. En volgend jaar komt hij dus vrij en wij hebben dus plannen, dus als hij vrijkomt, dan hebben wij... een planning om dat hij dus ook naar Ecuador toe komt. Okay. En daar zijn we dus bezig om een soort opvang, of in ieder geval om mensen die het niet langer uithouden in deze wereld, daar dus naartoe te gaan. Zo'n veilige haven. Veilig is nergens meer, want het is, dat zal misschien in de loop van het gesprek ook wel blijken. Maar dat is een veilige haven, omdat ik dus ook dankzij relaties die ik heb ook door middel naar aanhang van mijn vrouw, dus binnen de politiek daar dus behoorlijke bescherming en niet. Oké, dat is mooi. Het is mooi om te weten dat je in ieder geval in de toekomst veilig bent dan, hoor. Ja, gezond blijven is belangrijk, maar dat is in ieder geval, je hebt daar rust. En dat is dat ook dan voor alle andere mensen die dus denken, nou ik wil weg hier, daar hou ik niet meer uit. En, want wat dus op ons afkomt, dat is niet zo prettig. En iedereen die een beetje... om zich heen kijkt, merk wel dat wij dus in de samenleving waar we nu in verkeren, dat het niet zo goed met ons gaat. Nou, laten we daar eens even wat dieper op ingaan. Je geeft het al zelf aan, van wat op ons afkomt, dat is allemaal niet zo prettig. Nou, zit er een rode draad in je boeken, en dat komen we ook op het internet, komen we die rode draad ook tegen. De mensen die hiermee bezig zijn, of je ze nou de elite wil noemen, de illuminaten, of hoe dan ook, of zionisten, die hebben een bepaalde agenda. Die agenda, daar zijn ze vrij open en bloot in op dit moment. Ze roepen ook van meneer George Bush senior, riep dat al. Het wordt door Clinton werd het geroepen, het werd door junior Bush werd het geroepen, het werd zelfs nou bij de Verenigde Naties geroepen, door Sarkozy en anderen. Ze willen een nieuwe wereldorde.
Ja, het is dus niet alleen een nieuwe wereldorde houdt dus in. Een één wereldregering. En dan, dat zou op zich mooi zijn, want als men dus het beste met ons voor zou hebben. Ja. Maar het probleem is dat deze mensen hebben niet het beste met ons voor. En jij zegt dus, Bush senior die sprak al over de nieuwe wereldorde, maar dat is al veel langer terug. Dus begin van de vorige eeuw werd dit binnen de politiek al werd daar geregeld over gesproken. Dat, ja, daar heb ik ook een heleboel citaten in het bloedlijnenboek, dus dat het al niet van nu is. Want ik had laatste tijd geleden, dat is al een jaar geleden, een interview over 11 september. En daar was dan ook iemand, een hoofdredacteur van de Volkskrant, aanwezig. En die probeerde mij dan, die lachte mij uit, zeggen, ach, dat is die Bush heeft daar een beetje over gepraat. Maar ja, toen werd ik dus ook meteen met de knop omgedraaid. Daar kon ik niet meer op reageren, dat is logisch. Maar dat is dus niet waar, dat is al heel lang. Dat is al meer dan 100 jaar is onze elite is daarmee bezig. En, dat is een plan. Er werd ook openlijk over gesproken. Ook in de media overal. Dat kun je overal terugvinden met een beetje onderzoek. Dus is het heel makkelijk aan te tonen dat die nieuwe wereldorde, die plan al heel lang bestaan is. Ja, dat plan is eigenlijk dat met geld wat uit het niets gecreëerd wordt, dat er zich overal wordt ingekocht. Alle industrieën, alle belangrijke takken waar geld wordt verdiend, wat macht mee te regelen valt. En dat uiteindelijk dat geconcentreerd wordt in één wereldregering, één leger. Maar ook een compleet totalitair systeem. Ja, een totalitair systeem, dat houdt dus in een dictatuur die... Een dictatuur is dus negatief. En dat is dus, wat ik net al zei, het is niet de nieuwe wereldorde, dat we het allemaal goed krijgen en dat het voedsel eerlijk verdeeld wordt en dat... Altijd voorgehouden. Ja, dat alle problemen worden opgelost. Dat zijn allemaal leugens. Men is dus gewoon bezig met een werelddictatuur. Wat je zegt, dus één wereldregering, één wereldleider. En hoe is men daarmee begonnen? Men is dus in het begin van de vorige eeuw, men is al heel lang daarmee bezig. Die plannen bestaan heel lang. Maar eigenlijk, men kan dus zien dus dat in het begin van de vorige eeuw is men begonnen dus eerst dus de media, de massamedia helemaal onder controle te krijgen. Want die heb je nodig om mensen te sturen. De politiek werd geld uitgeleend. Aan de overheden werd dus enorme bedragen uitgeleend, afhankelijk gemaakt. En universiteiten, dus onderwijs is ook belangrijk, je hebt de politiek, het onderwijs en de massamedia, als je die drie onder controle hebt, kun je dus de mensen laten doen en denken zoals jij wilt. Dus daar zijn ze in het begin van de vorige eeuw zijn ze als eerste mee begonnen. En ja, het uiteindelijke doel is, en dan komen we nu dus steeds dichterbij dus, want we zijn zo ver gevorderd, dat die dictatuur die staat klaar, alles is er kant en klaar. Als ik het goed begrepen heb, komt er een Amerikaanse Unie. We hebben wel een Noord-Amerikaanse alliantie, hebben we daar al. Ja. Er zou een Amerikaanse Unie moeten komen, een Europese Unie, die is er ook. Dan krijgen we een Afrikaanse en een Aziatische Unie. En die worden overkoepeld door een orgaan wat er boven komt. Zover als ik het kan bekijken, heeft onze elite dus de wereld op het ogenblik in 12 blokken opgedeeld. Ja. Die blokken, die moeten samen komen straks op bepaalde momenten, dus dat zien we nu dus. Er worden steeds minder blokken, maar er blijft dus op plaats één blok over, dus één. Ja. Één wereldregering. Ja, want het nadeel van centralisatie is, als het al voordelen heeft, ik zie de voordelen niet, maar goed. Nadeel van centralisatie is dat het communicatie in de weg zit. Want er is geen communicatie meer. Ja. Zeker niet van het volk. Degene die de leiding geven. Nee, maar ja, dat heeft de volk heeft nog nooit wat. Men wordt ons, en Nederland is natuurlijk een mooi voorbeeld, er wordt ons dus, wij denken in een democratie te leven. We gaan elke 4 jaar mooi stemmen. En we mogen dus zeggen wat we willen. Tot zeker hoogte. Maar er wordt toch niet naar ons geluisterd, want onze politici, dat zijn loopjongens voor de elite. Misschien kan ik even aan, misschien beter uitleggen dat ik zelf zie dus niet dat er nog wereldmachten zijn. Wereldmachten op het ogenblik zijn dus de multinationals wereldwijd. Wie zijn de eigenaren van de multinationals? Dat zijn dus weer die kleine groep waar we dus eigenlijk over hebben, dus onze elite. Okay. Dus op het ogenblik moet je gewoon kijken van wat is er gaande. Politici, politiek heeft niks meer te vertellen. Multinationals, die sturen alles. En ja, in het belang van de nieuwe wereldorde. Wat moet je me toch eens vertellen, Robin? Grote namen vroeger, zoals Hitler, Mao Zedong, Stalin.
Die mensen, dat zijn toch geen kleine jongens, denk ik dan. Ja. Op welk gebied dan ook. Hebben die daar ook al mee te maken gehad? Die hebben daar alleen gezeten, dus met toestemming van. Ja, want de Amerikanen hebben ons toch bevrijd, hoe moet ik dat zien? Ja. Dat is, natuurlijk niet zo 1, 2, 3 uit te leggen, maar net hadden we het over dat we de wereld gingen opdelen in blokken. Ja. Ja. We hebben ook gezien dat we hebben oost-west gehad. Dat is dus, ik zat nog al jaren is die muur gevallen en het oost-west is verdwenen. Maar dat heeft alles te maken met het opdelen van het blok om dan langzaam zeker toch tot één blok te komen. En men heeft daar dus een loopjongens neergezet. Stalin, dat heeft dus te maken met oost-west. Een van de redenen, er is nooit een bedreiging geweest vanuit het oosten, vanuit het oostblok. Maar waarom is het opgezet? Ten eerste angst, want angst regeert, met angst kan men ons dus goed onder controle houden. Een ander belangrijk aspect was het opbouwen van een wereldleger. Want die wereldregering, die werelddictatuur die eraan zit te komen, heeft dus ook een wereldpolitiemacht nodig. Een wereldleger. Zonder de Koude Oorlog had men nooit zo'n groot wapenarsenaal of een wereldleger kunnen opbouwen. Dus dat was, er speelden heel veel dingen speelden daar dus een rol. En Adolf Hitler heeft daar ook indirect mee te maken, maar Adolf Hitler had dus ook andere belangrijke opdrachten. En een van de opdrachten is dus het opzetten van de oprichting. Ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen, hij is een van de belangrijkste oprichters van de staat Israël. Want de nieuwe wereldregering gaat vanuit Jeruzalem regeren. En ook een wereldleider gaat vanuit Jeruzalem. Hij heeft de val, zeg maar. Ja, dus dat is. Hij heeft ervoor gezorgd dat de staat Israël tot stand is. Hij heeft ervoor gezorgd dat de staat Israël tot stand is gekomen. Ja. Ja. En dat heeft hij dus in samenwerking gedaan met de Zionistische beweging. En dan heb ik niet over Joden, maar over Zionisten. Theodor Herzl. Ja, en niet alle Zionisten zijn ook Joden. Hè. Er zijn over christenen, mensen die helemaal niks met Joodse mensen te maken hebben. En Zionisten op zich zijn eigenlijk vijanden van het Joodse volk zelf. En als ik over het Joodse volk spreek, of Joodse mensen, dan heb ik het over de afstammelingen van het stam Juda, wat dus in de Hebreeuwse geschriften wordt genoemd. Dat heeft dus helemaal niks te maken met het Zionisme of de staat Israël. Ja. Want deze mensen, de nazaten ervan, hoewel die bijna niet meer bestaan, deze groeperingen die worden in Israël enorm gediscrimineerd, hebben de norm slecht, zijn derde rangs burgers. Dus de mensen die altijd over het Joodse volk hebben, die moeten zich degelijk bewust zijn van het feit dat deze groep mensen dus niet de groep mensen is die het u in Israël voor zich hebben. Ja, het is voor mij is in ieder geval duidelijk, maar schijnbaar willen de meeste mensen dat toch nog niet zien. De eerste plaats worden vaak ontkend dat er überhaupt Zionisme bestaat. Nou, dat is in de geschiedenisboeken is gewoon na te zoeken. Ja. Er zijn ook Zionistische conferenties geweest en het verdrag van Balfour. Ja. Dat is uiteindelijk, is ook via de Zionistische lobby is dat tot stand gekomen. En trouwens, grappig, een van de eerste mensen die daar informatie over kreeg, dat de Israëlische staat een feit was, was meneer Rothschild. Hè? Ja, nou, het is allemaal gestuurd door de Rothschild. We hadden net over Jehovah's getuigen. De leider van toen was Russell, die had ook contact met Rothschild, want die deed dus een overal onderzoek in Palestina dus voor de Rothschilds. Maar dat is, de Zionisme, dat is een heel duidelijke zaak. Maar het is een politieke beweging, heeft niks met het Jodendom te maken. Ja, dat is het erge, hè? Dat Jodendom wordt eigenlijk misbruikt. Juist, ja. Want is zij doen alsof zij de ware Joden zijn. Maar zijn het niet dus. Nee. En mensen die dus... En alle slechte dingen die zij doen, dat krijgt... Het Joodse volk krijgt dat op hun naam te staan. Juist, ja, het Joodse volk, ik... Want je leest het pas en te onpas op websites, de Joden hier en de Joden daar, en ik kan er gruwelijk druk over maken. Ja, men heeft het ook vaak over een Joodse samenswering, wat is van die nieuwe wereldorde, maar dat heeft niks met Joodse mensen te maken. Ik zeg Joodse mensen, want alleen Adolf Hitler en de Zionisten hebben het over een Joodse ras gehad. En Joodse ras bestaat al heel lang niet meer. Men heeft daar DNA-onderzoek naar gedaan en alles. Dat is, als men dan kijkt naar Palestijnen en Joodse mensen in Israël, dat komt allemaal overeen, het DNA en alles. Dus dat is, maar daar heeft Hitler dus en ook de Zionisten belang bij om op die ideologische overtuiging dat wat dus in de Bijbel staat, het Joodse volk moet terug naar hun land, Israël. En dat is dus gewoon, daar wordt gewoon gebruik van gemaakt. En wat ik dus... Wat heel belangrijk is dat christenen
zien geen verschil. Ze denken dat men over Israëlieten heeft, dat het Joden zijn. En dat is niet zo. Een voorbeeld is, in Nederland hebben we Friezen. Hmm. Alle Friezen zijn Nederlanders, maar niet alle Nederlanders zijn Friezen. En datzelfde gaat dus ook op met de mensen met een Joods geloof, dus de Joden dus. Nou, ik denk dat dat wel een hele hoop duidelijk maakt. Ja. Wat mij ook opvalt, met name met die oude geloven, inderdaad judaïsme, maar je pakt christendom, oude kennis, de bibliotheek van Alexandrië, die is ooit eens een keer verbrand. Dat is heel veel belangrijke informatie is daar verbrand. We hebben vlak voor de Tweede Wereldoorlog hebben ze die kristallnacht, maar er zijn ook boekenverbrandingen hebben plaatsgevonden. Daar werd ook heel veel oude kennis, vooral kabbalistische kennis, werd verbrand. Hoe moet ik dat zien in relatie tot die nieuwe wereldorde? Nou, ik denk dus, wat heel belangrijk is, het Joodse volk is eigenlijk door de eeuwen heen, heeft het behoorlijk zwaar gehad. Mm-hmm. Ja. Kom weer terug op Hitler. Een van de opdrachten van Hitler was dus te zorgen dat de Joden in Duitsland emigreren, dus naar Palestina, die moesten weg, want dat was gepland dat die staten zou komen, alleen er waren geen mensen, dus het land moest bevolkt worden. Daar heeft hij een hele belangrijke rol in gespeeld. Hij heeft samengewerkt met Zionisten, Joodse mensen die dus naar een ander land wouden emigreren, kregen geen toestemming Duitsland meer te verlaten. Degene die naar Palestina wou, die kreeg alle medewerking. De verhuizing werd betaald, ze kregen een ziektekostenverzekering vanuit Duitsland, ze kregen een uitkering vanuit Duitsland. De Joodse jeugd, die werd zelfs door de Duitse overheid werd die opgeleid. Want men had ook militairen nodig in Palestina. Hun werd Hebreeuws geleerd, want die mensen waren Duitsers. En die hadden meestal helemaal geen belang daar naartoe te gaan. Maar in ieder geval spraken er ook geen Hebreeuws of niks. En, mm-hmm. Dus daar is dus enorm veel gebeurd. Alleen dat wordt dus verzwegen in de geschiedenis. Op een bepaald moment is Hitler dus overgegaan. Want toen hebben de Engelsen en de Amerikanen, die hebben dus Palestina afgesloten. Er konden geen Joodse mensen meer naartoe. Mm-hmm. Ja. Ik denk dat bewust is gebeurd. Toen is Hitler overgegaan tot het vermoorden van ontelbare Joden. Ja, want ook Roosevelt had die grens ook dichtgegooid in Amerika. Ja, dat werd allemaal, want ze moesten naar Palestina tot een bepaald moment. En toen is men overgegaan tot het uitmoorden van enorm veel Joodse mensen. En dat is dus weer meegenomen toen de staat Israël, kijk eens wat er gebeurd is. Hm. En dat kan niet. Dus dat zijn allemaal aspecten geweest, belangrijke punten. Die ertoe geleid hebben de staat Israël. Dus, Maar even terug naar het vernietigen van die oude kennis. De bibliotheek van Alexandrië, die boekenverbrandingen tijdens vlak voor de Tweede Wereldoorlog waren. Heel veel oude kennis, noemde occulte kennis, in ieder geval echte kennis. We noemen het ook wel eens gnostische kennis. Ja. Vernietigd werd. We zien dat vandaag de dag zien we dat ook nog steeds. Dat zaken anders worden weergegeven. Dan dat ze daadwerkelijk zijn. Kijk je bijvoorbeeld naar een programma over piramides op National Geographic. Ze laten je fijn een piramide zien. Het volgende beeld wat je ziet, zie je de sarcofaag van Tutankhamon. Ja. Waardoor iedereen een veronderstelling heeft, god, dat ding is in die piramide gevonden. Ja. Terwijl het niks met elkaar te maken heeft. Ja. Nee, maar dat is met alles. Wat zit erachter? Wat wil men daarmee? Waarom wil men die gnostische kennis, waarom wil men dat vernietigen? Eigenlijk is dat... Is dat raar? Zit er verrassingen in misschien? Nee, ik denk het niet. Want ik ben dus zelf, Kabbala en dat soort zaken, kijk je negatief tegenaan. Mm-hmm. Negatief. De kennis die daar ook, of wat daar omschreven wordt en alles, dat heeft dus duidelijk te maken met satanisme. En het is, afgeleidingen van. Afgeleidingen van. En het is dus, voor mij is het negatief. Onze elite ligt heel dicht bij elkaar. Ja, dat is juist het probleem. Hè? Want er zit ook veel waarheid in. En in een bepaald iets waar veel waarheid in zit, dat is dus het gevaar dat je erin gaat geloven. Hmm. Het gekke is dat onze elite dus zelf dus ook een religie, een godsdienst hebben. En die eigenlijk ook gebaseerd is gedeeltelijk op de Kabbala. Hmm. Dus dat is...
ja, wel eigenlijk een beetje vreemd. Maar daar heb ik verder geen onderzoek naar gedaan, want daar is al zoveel over geschreven en zoveel onderzoek over gedaan. Dus dat houd ik mij dus een beetje, houd ik afstand. Goed, onderzoek, het onderzoek zelf. Hoe onderscheid jij info van desinfo? Nou, info van desinfo is dus, je moet altijd oppassen, want desinfo sluipt toch altijd binnen. Want er wordt enorm veel desinformatie, wordt er dus ook de elite geeft boeken uit, zit op het internet. Ten eerste op het internet, daar ben ik altijd heel voorzichtig mee. Als ik iets onderzoek, een bepaald onderwerp, en ik heb iets ontdekt, dan moet ik er minimaal 5 bronnen bevestigd hebben. Heb ik dat niet, dan schrijf ik het niet. En soms is dat wel eens jammer, want dan blijkt toch dat bepaald iets wel uitkomt. Ik had bijvoorbeeld over de Balkanoorlog, had ik informatie al lang van tevoren wat daar zou gaan gebeuren. Toen bedacht ik, nou, ik kan niet. En ik had toen niet voldoende bewijzen, dus ik heb dat laten rusten. Ik heb het zelfs uit een boek in Mexico zelfs uitgehaald. En ik had een stukje over geschreven. En toen later bleek het dus toch wel waar te zijn. Dus dat is best moeilijk om dat... Omdat je losse visualspetie is gebruikt dan? Ja, om daar onderscheid tussen te maken. Je hebt dus desinformatie en dan heb je de juiste informatie, maar die moet wel goed onderbouwd zijn. En dat haal ik liever niet van het internet. Soms zie ik wel eens wat op het internet, wat dus ook weer die mijn bronnen bevestigt. Dan zeg ik, nou oké, dat klopt dan wel. Maar dus, ja, het internet, daar kun je alles met elkaar verbinden en elkaar vastknopen. Daar kun je heel spannende boeken schrijven als je het allemaal over gaat nemen. Ja, maar we moeten dus eigenlijk uit 5 expliciet minimaal, verschillende en dan, bronnen en dan, ja, en dan ook mijn bronnen, die heb ik dus sinds dat eerste boek, want het eerste boek schrijf je dus, dat heeft best lang geduurd. Je kent niemand, je weet niet waar je zoeken moet, dus je gaat op zoek. Met de tijd leg je dus contacten. Als er bepaald iets gebeurt, bijvoorbeeld 11 september, dat is dan jaren later, dan weet je al waar je zoeken moet. Je weet al, je hebt al ongeveer een idee van, oh, dat heeft daar zeker mee te maken met een nieuwe wereldorde. Wat ik zeg, dus contacten, journalisten. Ik heb mensen die bij de NAVO gewerkt hebben in Brussel. Ik heb zelfs contacten, ja, dat heb ik in de politiek. Mensen, ambassadeurs, zelfs president van Ecuador ken ik persoonlijk. Chavez heb ik contact mee. Maar ook andere politici, ook hier, ook in Nederland zijn er verschillende politici waar ik dus wel af en toe mee heb gepraat. Dus het lijkt een beetje een trend te zijn, dacht ik. Nog niet zo heel erg lang geleden heb ik een interviewtje gedaan met de oud-premier van Acht. Dat is iets wat me nou net te binnen schiet. En ik zag vorige week zag ik dat hij weer ruggensteun kreeg met betrekking tot de Israël-Palestina kwestie. Ook van oude minister Van den Broek. En ook Hans van Mierlo, die vroeger van D66 was. Ja. Die schijnt een soort consortium te vormen om het tegenwicht te bieden. Ja, het is dus net wat je zegt, oud-ministers zijn het. Ja. Ja, want die hebben natuurlijk heel dicht bij het vuur gezeten. Op dat moment kunnen ze absoluut niks zeggen, want dat kan niet. En ook nu zeggen ze heel weinig, maar... ik weet niet. Misschien is het dat ze een beetje spijt hebben of wat dan. Is dat gestuurd of denk je? Nee. Ik heb voor mezelf het gevoel dat het oprecht is. Ik heb het gevoel, want meneer Van Acht vind ik heel ja, interessant persoon. En amabel mensen. Dat is een van de weinige Nederlandse politici die ik dus waar ik aan zeg, nou, daar heb ik heel veel respect voor. Ja, de eerste vraag die ik hem destijds stelde was ook van, en daar kom je eigenlijk zelf al mee, ik hoef het niet eens te stellen. Hij zei, ik weet wat je als eerste vraag moet stellen. Ik zei, wat dan? Hij zei, waarom heb ik daar toen niks aan gedaan? Ja. Toen ik minister-president was. Ja. Ik zei, ja, die vraag hadden we inderdaad willen stellen. Ja, zegt hij, toen zag ik het niet. Nee, nou, wat ik denk ook wat we het net al over hadden, dat jij erover een fundering en dat soort dingen. Deze mensen die komen in de politiek, rollen ze binnen, zijn enorm druk. Ik denk wel dat hun dus als bijvoorbeeld een voorbeeld nemen van toen Theo van Gogh werd vermoord, ze die extra lang op straat liggen, dus alle mensen, dat is een impact. En dat men een week later al met plan op tafel komt van kijk, dit en dit moet er gebeuren, meer controle, meer zekerheid, dit kan zo niet langer. Die plannen lagen natuurlijk al lang klaar, dus ik denk wel dat deze mensen dus plannen aangereikt krijgen. Daarnaast heb ik dus een tijdje, of al heel lang geleden, gesprek gehad met iemand die had een, met zijn naam even kwijt, die heeft in de jaren 70 dacht ik, of 80,
70. Die een politieke partij gaat van 50-plussers of 55-plussers. En die vertelde mij dus ook van, als er een nieuwe wet moet komen, dan komen we weer bij die multinationals, dan gaat hij eerst naar de multinationals. En als die dus zeggen, ga ermee door, dan mag het. En als ze zegt nee niet, dan gaat hij direct in de prullenbak. Dus informatie en wetten en dit soort dingen en opdrachten die hun uitvoeren. Zolang ze binnen de politiek zijn of zitten, dus het zijn het, voor mij zijn het gewoon loopjongens van de multinationals. Ja. En daar worden ze zo bezig gehouden, want die hebben helemaal geen tijd om na te denken. Hoor jullie dat goed, beste luisteraars en kijkers? Zo werkt het dus echt, hè? Daar hoef je dus echt niet veel voor te onderzoeken. Als er wetten moeten worden gemaakt, dan is het altijd even uitkijken welk doel dienen die wetten. En die wetten die zijn meestal het voordeel van de multinationals en die doen vrijwel niks voor de burgerbevolking. Sterker nog, meestal doen ze niks voor de burgerbevolking. Het kost meestal de burgerbevolking geld. Een mooi voorbeeld daarvan is dus de Europese grondwet. Ja, is het, nou het verdrag van Lissabon moet worden. Het is gewoon de Europese grondwet. Die heb ik helemaal doorgespit met iemand in Frankrijk. Heeft me daar helemaal mee geholpen. Want zelf ook onze politici hebben niet gelezen wat erin staat. Want er zijn zulke stapels. Hè. En daarnaast is het heel. Het is niet duidelijk omschreven, het is allemaal moeilijke termen. Dit verdrag is dus verbonden met andere wetgeving waar nooit over gesproken is. Mm-hmm. En als je dus dat geheel, in het geheel dus het verdrag van Lissabon doorneemt, dan is het heel negatief voor de werknemers, voor de bevolking en worden de multinationals dus helemaal in de watten gelegd. Ze mogen 60 uur een werkweek invoeren. Ze mogen mensen zo straks zomaar. Zonder landsverhoging, hè? Ja, dat is allemaal sociale wetgeving. Of sociale wetten moeten in landen zoals Nederland worden afgebouwd. Ja. En dat soort zaken. Dus en men weet helemaal niet wat men. Dat is eigenlijk. Dat is een van de ergste dingen op dit moment wat ons overkomen is. Dat is het verdrag van Lissabon. Er zit nog veel meer aan te komen, maar dit is dus echt dat ik zeg. Nou, dat. En wij laten het gebeuren. Men lacht ons uit. In Nederland wil men het niet hebben. Mm-hmm. He, men keurt het af en men gaat gewoon door. Men lacht gewoon. He, men lacht de bevolking gewoon uit. Dus democratie, en dan kom ik even terug op democratie, want dat is wel interessant. Op het ogenblik heb je wereldwijd meer dan 200 premiers en presidenten in hun eigen land dan, die daar zitten, omdat ze dus door de Verenigde Staten zijn uitgenodigd, zijn opgeleid. Onder andere Balkenende. Balkenende heeft dus in het verleden door de Amerikaanse ambassade, Noord-Amerikaanse ambassade, dus uitgenodigd. En hebben ze gezegd, nou, we gaan jouw video, deze opleiding aan, deze cursus. En dan zorgen wij ervoor dat jij dus in de toekomst premier wordt. En dat is dus niet alleen hier gebeurd, maar op de ogenblik zijn dus meer dan 200 zittende premiers en presidenten die dus deelgenomen hebben aan die cursus. En hoe kan de Verenigde Staten dit regelen? En waarom gaan wij nog kiezen elke 4 jaar? De democratie heeft die vrijheid, de democratie heeft die totaal. Maar je kan het verdelen, verschillende lobbyclubjes natuurlijk. Het zijn allemaal lobbyclubjes en het is één klikje onder elkaar. Dus ze de helpen elkaar. Club, hè? Ja. Dus dat is best heftig waar men eigenlijk zo over moet gaan nadenken. Maar eigenlijk zijn het dus hele zwakke, zielige mensen die daar vatbaar zijn. Ja, men krijgt dus een belangrijke rol toegedeeld. Meestal schromen ze door. Want Nederland is wel een heel belangrijk land ook binnen de nieuwe wereldorde. Ja. Meestal stromen ze door. Natuurlijk, geld speelt ook een rol. En zoals ik zei, voor mij zijn het allemaal loopjongens. En we kunnen er verder niks mee. Maar heb ik zelf een idee dat die nieuwe wereldorde, dat die vorm gaat krijgen. Door middel van crisissen. En crisissen die leiden meestal tot oorlog. Ik ben er ook van overtuigd dat men nu bezig is om de bevolking armer en armer en armer te maken. Zodat er straks steeds meer kanonnenvoer is. Ja. Mensen die kunnen dienen. Want het systeem laat het zelf ook al zien. In plaats van mensen tot hun 67ste laten te werken en dus ook geen uitkering meer te geven of mensen minder te geven. Als je mensen meer geeft, wordt ook meer uitgegeven, gaat de economie vanzelf omhoog. Heel simpel eigenlijk. Ja. Maar ze doen het tegenovergestelde, waarmee ze dus bewust aansturen op een nog slechtere tijd. Een nog slechtere tijd betekent nog meer mensen op straat. We zien het in de VS. Hoeveel tentenkampen zijn daar wel al niet in de grote steden? Ja.
Waar gaat dat uiteindelijk aan toe? Ja, het is dus niet alleen een Verenigde Staten. Als je naar Spanje kijkt, ik hou dat goed in de gaten. Spanje is een van de meest getroffen landen door de zogenaamde economische crisis. Mm-hmm. Mensen lijden honger. Diefstallen en dan van voedsel, supermarkten. Leg je heel even die zogenaamde economie, want ik weet wat je bedoelt, maar ik denk dat de mensen... Misschien kunnen we daar zo even op terugkomen. Ja. Ik wil even terugkomen op Balkenende, wat ik net vertelde van Balkenende, want dat is best heftig. Ga je gaan. Dat heeft gestaan in de Groene Amsterdammer, dat hele verhaal. Dat kunnen ze zo, kan iedereen zo natrekken, dus het is geen versenseltje van mij. Dat het steeds slechter gaat, dat heeft dus echt wel een reden. Onze elite, welk gebied dan ook, creëert problemen. Mm-hmm. En hoe meer problemen, hoe slechter het ons gaat financieel, ziektes, daar kunnen we misschien ook nog even straks op terugkomen. Hoe slechter het ons gaat, hoe makkelijker wij straks de nieuwe wereldorde en wereldregering gaan accepteren, want die komen met oplossingen. Men creëert een probleem en heeft de oplossing al klaar liggen. En zo gaat het meestal dus met alles. Er zit alles in elkaar. Ja. En dat is dus gewoon wat er nu gaande is. Balkenende, wil je op terugkomen? Nee, dat wou ik alleen even aangeven dat het dus in de Groene Amsterdam heeft gestaan. Ja, dat was al heel wat, maar dat is dus nooit veel aandacht aan besteed. Dus jij denkt ook dat aansturen op een grote oorlog, een totale oorlog, vervolgens weer het hele spelletje overnieuw te kunnen beginnen, misschien met een nieuwe munteenheid, een nieuwe wereldregering? Nou, een van de personen die dus binnen de elite dus veel te zeggen heeft dus gezegd dat of men accepteert het zonder te veel problemen, of men krijgt dus echt een oorlog op zijn dak. Men heeft dat wel in planning dus. Indien men niet tot een nieuwe wereldorde op een rustige manier, op een passieve manier komt, want chaos heeft men geen belang bij, want dan, als er chaos uitbreekt, ook binnen een bevolking, dan, ik denk dat een van de punten is dat de nieuwe wereldorde dan helemaal in elkaar stort, dat zie je nu dus ook, misschien is dat wel goed. Hoe zit dat dan met geloven, met religieën binnen de nieuwe wereldoorlog? Ik weet het Vaticaan speelt een hele belangrijke rol, de Jezuïeten, etcetera, maar de moelaks, die spelen ook een belangrijke rol, als je mij vraagt. Ja. Hoe zie jij dat? Ik gooi dus alle religies bij elkaar op één hoop, omdat ze maar één groep hebben die hun stuurt. Ja. Ja, en dat is, dat maakt niet uit welke groeperingen onderzoeken, welke kerk, het is in de top. Het is, Nou, met deze informatie maken we even een korte pauze van deel 1, van het interview met Robin de Ruiter. En dan komen we vanzelfsprekend in deel 2 terug. Zeer spannend. Tot straks. Welkom terug, beste kijkers, bij deel 2 van het interview met niemand minder dan Robin de Ruiter. Robin, hartstikke welkom weer. Ja, graag gedaan. Voor deel 2. Mm-hmm. Ja, dankjewel. Nou Robin, we hebben het in deel 1 hebben we het ook gehad over die financiële elite. Wat heel veel mensen zich afvragen, en misschien is dat een hele stomme vraag, maar het is nog stommer als ik het niet stel. Die jongens die hebben geld zat. Die hebben al het geld van de wereld. Die kunnen zich permitteren wat ze willen. Ja, waarom gaan die niet lekker op een eilandje zitten met een harem om zich heen? Ja, ik wist dus wel wat ik zou doen. Maar in ieder geval, want het leven is kort. Ja, dit leven. Er is meer tussen hemel en aarde, dat is duidelijk. Of er nog een leven na dit leven is, weet niemand. Dat weet je pas als je dus sterft, als je dus overlijdt. Dus, maar dit leven is kort, dus geniet, is het mogelijk, is geniet zoveel mogelijk. Dus hoe komt het dat deze mensen dus zo fanatiek bezig zijn met zo'n nieuwe wereldorde? Terwijl ze al het geld, goud, dus ze hebben alles en alle macht. Dus vandaag de dag, het jaar 2010, zit eraan te komen. Ze hebben eigenlijk de hele aarde, de hele planeet al onder controle. En waarom doen ze dat? En dat heeft dus te maken met hun godsdienst. Want ook onze elite heeft dus een godsdienst, een geloofsovertuiging. En dat is dus geen Joodse godsdienst of christen, katholieken, moslims. Waar we het over hebben is dat hun zijn aanbidders van hun god. Hun god is de Satan. Wat voor mij? Ja, die heeft enorm veel namen. Die vind je overal terug, ook in het verleden. In ieder geval, hun zijn aanbidders van de duivel.
En hun zijn overtuigd dat hun dus, dit is hun God is de goede God, heeft het goede met iedereen voor. En dat is hun drijfveer, dat is de reden dat hun steeds maar doorgaan. Met de vormen van die nieuwe wereldorde, dus die wereldregering. En het is eigenlijk een beetje het naapen van wat is ook wat je binnen de christenheid vindt van er komt een einde van de wereld, Jezus Christus komt terug en die brengt dan de aarde wordt gereinigd en alles komt goed en alle problemen worden opgelost. Alleen hun apen dus na, dus hun zijn dus één wereldregering, ook één leider. Dat is dus voor christenen is het de antichrist en voor moslims is het Dajjal. En daar zijn hen dus mee bezig. Maar de drijfveer is dus gewoon hun aanbinding van de duivel en hun denken dus. Dat hun dus opdracht hebben van de duivel om dat wereldrijk op te richten. En waar we mee te maken hebben, zijn echt fundamentalisten met mensen die... Dat satanisten. Enorm fanatiek en gevaarlijk en eigenlijk... We hebben de beelden wel eens gezien op het internet, kun je de beelden vinden. Minder Alex Jones die beelden heeft gepubliceerd ooit van de Bohemian Grove. Ja. Waar één keer per jaar in Noord-Californië is, meen ik, en de bossen daar. Dat heet de Grove, geloof ik, Bohemian Grove, daar komen die mensen bij elkaar. En die voeren allerlei occultische rituelen uit, die aanbidden daar, daar zijn ook beelden van. Een stenen uil, een Moloch, ja. Noemen ze die. Ja. En ze offeren niet echt, tenminste ik heb het niet in werkelijkheid gezien, maar ze offeren daar symbolisch kinderen, ook bloedoffers doen ze. Ja. Maar dan wordt zo wel een beetje de draak mee gestoken. Ja, maar dat is... Als er vragen worden gesteld, is het zo van, ach ja, maar die jongens die hebben een beetje plezier. Ja, dat is misschien wel de opzet dat wij daar denken. Rituelen, dit soort bijeenkomsten, het is niet alleen daar, het is wereldwijd, speelt een hele belangrijke rol binnen hun religie. Ook symboliek, hè? Symboliek is ook enorm belangrijk. En daar moeten we ze even goed gescheiden houden van wat er nu gaande is op wereld. Hè? Nieuwe wereldorde, dit, de economie en alle problemen die we hebben. Maar dit is echt even apart. Dit is echt, voor hun is dit het belangrijkste wat er is. Want, ik heb wel eens vaker gezegd, onderling hebben ze ook wel eens vaak strijd onder elkaar. Mm-hmm. En ook dat maakt deel uit, vaak is het ook om economische redenen, we concurreert elkaar natuurlijk ook. Maar strijd anders binnen het satanisme, bestrijd met elkaar op gruwelijke wijze. De meeste van deze leiders, en dan heb ik echt over de top. Dat is een heel kleine groep, die overlijden ook niet aan een natuurlijke dood. Die meestal moord of ongelukken. Maar het is dus een hele gruwelijke en afschuwelijke godsdienst waar men de meest afgrijzelijke rituelen doorvoert. Wat hebben we bereikt dan? Symbolisch. Nee, dat maakt onderdeel van de religie aanbiddingen. Dat zie je ook. De moslims in Nederland die offeren ook een bepaald moment hun. Een schaap of een ja, bijvoorbeeld. Hè, dat maakt gewoon deel uit van een religie. En binnen de christenheid zie je dat niet. Dat offeren, maar je hebt een heleboel religies en het satanisme is daar dus één van die echt dus heel extreem. Dat is ook bizar dat aan de ene kant die mensen die hun wetten, die zelfs hun bestuurssystemen, pak ons koningshuis of pak ergens anders een monarchie, die zijn vaak gebaseerd op God. En die spelen aan de andere kant, doen ze dit soort occulte zaken. Ja, maar dit is occulte zaak, is geheim, is hun godsdienst, aanbidding van de duivel, overgang, is dus het tevreden stellen van de duivel. Mm-hmm. Ja? Ik zeg nu even wat hun denken, hè? Dus dat is de reden. Heeft totaal niks te maken met wat jij met jouw vraag dus van de koningshuis en de wetgeving is gebaseerd op een god, dat staat gewoon los van elkaar. Ja. Want het satanisme, daar hoor je heel weinig over. Ja, je ziet wel eens... Er hoort wel eens wat over de Satanskerken, maar dat heeft allemaal niks mee te maken. Dat zijn gewoon groepjes die daar helemaal los van staan. Ik heb het echt over elite, waar men dus
de meest afgrijzelijke dingen doet. Maar symboliek, daar kom je overal tegen, over de hele wereld. Symboliek, dat is ook weer iets van, we moeten steeds aangeven, dat wereldwijd, ook aan medeleden, aan mensen die dus ingewijd zijn, de verplichting dus door te geven van wij zijn van de partij, wij zijn. Dus maak het deel uit van, wij zijn ook satanisten. En dat is niet alleen binnen satanisme, maar ook de politici onderling geven elkaar signalen door. Nou, dat is een satans. Ja, Baphomet. Ja, ja. Ah, bijvoorbeeld bij politici, als ze een discussie onderling hebben, want het is dan ja, een discussie onderling onder politici. Ze hebben niks te vertellen, ze zijn allemaal loopjongens. Ja. Dus er wordt elke keer een theaterstukje opgevoerd. Men houdt dan steeds bezig weer met een of ander dom, ja, niet belangrijk onderwerp. Maar in sommige discussies loopt er wel zo uit de hand. En als men dan in bijvoorbeeld, dat is ook zoiets, een signaal wat men geeft, en men dus in het nauw, men zich in het nauw gedreven voelt, dan geeft men dus aan zijn tegenpartij die hem juist aanvalt. Of een ander, bijvoorbeeld een teken van, dan doet men dus zo. Dat betekent, hou op, want je gaat te ver of help me. En zo heeft men allerlei tekens ontwikkeld die dus zeggen. Voor niemand, die door niemand gekend worden. Maar. Ja, dit gebeurt, dit tekentje, dat kom je heel veel tegen. Zelfs de Britse koningin maakt een tekentje. Ja, dat klopt. Ik denk ook wel dat je ziet wel eens foto's op internet, want ik zeg al mooi voorzichtig, ja, die zijn een beetje. Ja, dat klopt. Ja, maar symboliek is zo belangrijk voor hun. Ook binnen die religieuze groeperingen, want bijvoorbeeld de Jehovah's Getuigen in hun tijdschriftjes staat ook altijd enorm veel satanische tekens binnen de tekeningen en de fotootjes. Maar het is mij dus verplicht om aan te geven van, voor mensen die dan niet weten hun zijn, maken onderdeel uit ervan, maar die weten ook, hun behoren ook tot ons. Hè. Het is, Ik kom bijvoorbeeld op een tekentje van, ik noem maar een merk, ik pak gewoon een merk erbij, ik kan 20 merken noemen, maar ik pak even een van een Italiaanse automerk. Daar zie je aan de ene kant zie je het kruis van de Tempeliers. Ja. Aan de andere kant zie je een slang. Een beetje draakachtige slang. Ja, ja, ja. Die een mens opeet. Ja. Hoe moet ik dat dan uitleggen? Ja, dat heeft allemaal. Is dat een bizar teken zoiets? Ja, ja, normaal denk je, ja, als je daar zijn grafiek, denk je, nou, wat is dat nou? Hè? Dus, maar dat heeft dus alles te maken met van bekendmaken van wij zijn, wij maken onderdeel uit van. De letter S is heel belangrijk, die vind je overal terug, want dat is dus de letter van Satan, hè, die vind je overal terug. Ook in tekenfilms, hè, met kinderen, wordt enorm veel symboliek gebruikt. 666, anders omgekeerd, allerlei piramides, allerlei signalen worden doorgegeven. Dat is puur het ritueel, want ik kom dit ook verder, ik kom dat ook op veel meer andere zaken kom ik dat tegen. Ik kom dat in kerken kom ik dat natuurlijk ook tegen. Overal. Ik kom zelfs die drakenfiguren en die slangenfiguren, paleizen die Drakenstein heten, een boot die de Groene Draak heet. Ja, je hebt hier een paleis of een kasteel in Bentheim, als je daar dus binnenkomt dan krijg je de vijfpuntige ster, die ligt op de vloer. Dus je dus, pentagram. Dus, ja, pentagram ligt daar dus. Texaco-ster. Ja. Oh, sorry. Ja. Ja, nee, maar dat is koningin Emma heeft daar dus heel lang gewoond. Ja, maar dat vind je bijvoorbeeld ook. En zo'n vijfpuntige ster, dat is dus het symbool binnen het satanisme. Als er een cirkel omheen zit, dan wordt die gebruikt binnen rituelen. Mm-hmm. Want het geeft enorm veel macht, kracht. Tenminste, dat denken hun. En ik denk ook wel dat het waar is, want zoals je al zegt, is meer tussen hemel en aarde. Maar de vijfpuntige ster, als je dus nu kijkt, er komt kerstmis. Ja, we hebben dus. Dus een christelijk feest. En als je dus door de straten loopt, de verlichting overal, zie je mooie vijfpuntige sterren hangen. Ja. Maar dat zijn allemaal Satansterren. Dus dat is toch wel heel ironisch. En niemand merkt het. Voordat iedereen zijn kerstboom gaat afbreken, wil ik daar toch even wat aan toevoegen. Ja, het is ook de waarde die je daaraan geeft, hè? Ja, oké, ben ik met je eens. Maar degene die dit dus stuurt, hè? Die lacht ons gewoon uit. Die zegt, kijk, dit is gewoon een ja, en het is dus niet alleen met kerstmis. Het is op kinderkleding, op vlaggen, op militaire voertuigen. Maakt niet uit waar, tekenfilms. Overal kom je steeds die 5.0 sterren tegen. Ja. Dat is gewoon, ja, gewoon te zeggen, kijk jongens. Ja. Maar de kerst is sowieso een heidens gebruik, hè? Dat is heel duidelijk. Daar hoef je niet over te praten. Maar dat trouwens, hoort eigenlijk iedereen te weten, hè? Want het is allemaal. Maar is er trouwens wel een mooie gedachte achter? En dat is het feest van licht.
Men heeft dus dat heeft, Constantijn heeft dat gedaan in 300 na Christus. Hmm. Die had dus problemen in zijn rijk en of problemen wouden dus eenheid. En door eenheid krijg je alleen dus om door één religie in te voeren. En toen heeft hij dus het christendom genomen en ja, er waren een heleboel mensen die waren het niet mee eens. Dus heeft hij gezegd, nou doe maar een beetje van jullie een beetje erbij, van jullie symbolen erbij. En ja, de feestdag van het licht, dus de geboorte van het licht, dus laten we dat maar dan 25 december dus invoeren. Hmm. Zo is dat binnengeslopen. En ja, als je ook kijkt op de geboorte van Christus in deze tijd kan helemaal niet, want dat moet een hele andere... Met zo'n voorjaar. Onder voorjaar, ja. Want het is bijvoorbeeld de herders en schaapjes lopen nu niet buiten in Israël. Het is veel te koud. Ja. Nee, dat is allemaal... Kom je in de wereld, ik sta altijd van te kijken dat een bepaalde groep mensen, die gaat heel erg goed, buiten die elite, heb je ook nog de entertainmentwereld. Hm. We kennen verschillende namen uit het verleden. En John Lennon, die in verband gebracht werd met Marilyn Monroe. Ja, dat is niet zo ver te zoeken, dat was met John F. Kennedy. Ja. En broertje Robert natuurlijk ook. Maar verschillende bekende namen komen we daar toch tegen. Hoe zit dat? Zijn die mensen ingewijd of zijn die gewoon voor de amusement van die lui en dan krijgen ze daarvoor extra betaald? Of hoe zit dat? Nee, ik zelf denk dus dat... Of laat ik zo zeggen, je hebt hele goede artiesten die nooit wat worden. Die bereiken nooit wat, dus dat is vreemd. Dan heb je artiesten die helemaal niet begaafd zijn. En dat worden wereldsterren. Deze mensen worden gebruikt op verschillende... Ik denk niet dat ze het zelf weten, want hun wat hun dus willen is dus bekend worden, rijk worden. Dus die let alleen daarop. Ze spelen wel een belangrijke rol, want dat is grote groeperingen, volgelingen krijgen ze. Ze hebben behoorlijk veel invloed op de jeugd. En... als je dus nu naar de jeugd kijkt, en dan niet omdat het daar één zanger of één groep, maar dat is gewoon in het algemeen kun je zien dat de muziekindustrie dus een behoorlijke invloed heeft gehad, of zou ik al vanaf de jaren, begin jaren 60, mm-hmm. op de samenleving en dan vooral binnen de jeugd. En dat heeft dan wel eens te maken met het bezighouden van mensen. Waar men ook heel erg mee bezig is, dat het dom houden en dom maken van mensen. Want hoe dommer de mensen, hoe makkelijker ze dus te sturen zijn. Onder andere het onderwijs wordt dus... We hebben hervormingen in het onderwijs, krijgen we steeds weer hervormingen. Nou, de meeste mensen denken, dan wordt het beter. Nou, dat is absoluut niet de bedoeling, want men heeft helemaal geen belang bij mensen die dus... Slimmer worden. Nee, men wil dus... Misschien vinden de jongens en meisjes die bij McDonald's en zo werken niet leuk, maar... Maar dat soort mensen kan men dus heel goed gebruiken binnen de nieuwe wereldorde. Eenheidsworst. Ja, kan zijn naam ook niet herinneren. De minister in België heeft al gezegd, we hebben geen interesse bij mensen die goed ontwikkeld zijn, die met veel studie, als ze maar punctueel zijn en netjes en ja knikken. Ja. En dat is wat ze hebben, dus niet in opstand komen, lage lonen. Maar dat is dus toekomst voor onze jeugd. Ja. En, ik heb nog een belangrijke vraag met betrekking tot die nieuwe wereldorde. Iets wat mij in mijn hoofd al een tijdje spookt. De 80er jaren, begin 90er jaren, toen zagen we dat mensen steeds minder gingen werken. We hadden eerst 40 uur gewerkt. Vroeger werkten mensen zelfs op zaterdags nog. Nou, die zaterdagswerk dat werd afgeschaft. Mijn vader heeft wel nog op zaterdag gewerkt. Maar er werden 5 werkdagen, 40 uur. Het werden zelfs 38 uur en het ging naar 36 uur. En de voorspelling was toen, door verschillende politieke partijen ook, maar ook verschillende zieners die daarmee bezig waren, economen, als we 10, 15, 20 jaar verder zijn, misschien 30 jaar, werkt iedereen nog maar 20 uur. En we kunnen toch allemaal eenzelfde economisch maatschappelijk peil bereiken. Wat is er gebeurd dat ineens, dat gebeurt is omgesprongen, dat ineens dat het niet meer kan, dat we maar meer moeten gaan werken. Wat is er gebeurd? Is dat die stroomversnelling die de NWO heeft ingezet, heeft dat daarmee te maken? Heeft te maken met dat we dus echt het eindpunt naderen. En dat we het zo goed hebben gehad in Nederland bijvoorbeeld. Ik zie dat het is een experiment hier doorgevoerd in Nederland. Ja. En dat experiment hield de zin van
Of het is heel eenvoudig gezegd, als een bevolking het goed heeft, ja, financieel, en men kan alles, men kan op vakantie, men kan minder werken, oh, prachtig. Dan kun jij met die bevolking doen wat je wilt, die komt niet in opstand. Uh-huh. Het is gewoon een soort psychologische test is het geweest. En een ander land heeft men andere dingen door, bijvoorbeeld in de voormalige, of in Rusland heeft men dus, de oorsprong heeft men dus gezien, geprobeerd van in hoeverre kunnen wij de mensen uitbuiten, en in hoeverre kunnen we gaan. Met de bevolking, de juist, zonder dat ze in opstand komen. Dus dat heeft allemaal te maken met een manipuleren, het psychologisch bewerken van grote bevolkingsgroepen. En dat is dus, ja, dat staat dus ook niet los van elkaar, dat mensen dat verduidelijk krijgen, communisme, democratie. Nee, dat is allemaal één potnat. Dat zijn allemaal systemen die uitgeprobeerd zijn. Het heeft allemaal met elkaar te maken. Want uiteindelijk moeten wij gewoon tot één nieuwe wereldorde komen. En men weet dan precies wat men met ons kan doen. Ja. En in Nederland is het zo van, wij laten alles gebeuren. Wij vinden alles wel best. Wij denken niet meer na. Als we moeten gaan nadenken, worden we moe. Ja, maar dat komt dus voort. We zijn ook een beetje nadenkmoe, hè? Denk ik, polder gedachten. Men wordt dus, dagelijks wordt men dus gebombardeerd. Televisie kun je beter helemaal niet meer kijken, want er komt niks normaals meer op. Maar het is dus gewoon dus het verleden vanaf de jaren 70 dat ons zo goed ging. Het is een periode geweest, dit heeft ons volk, of jullie, ja, ik ben ook Nederlander. Heeft ons volk, heeft dus gevormd, heeft een bepaalde, heeft, is gevormd, ja. De Nederlandse, nou dat wil ik rustig zeggen, de Nederlandse bevolking vind ik een van de meest domme en gemanipuleerde bevolkingen die op deze planeet rondloopt, naast de mensen in de Verenigde Staten. En tegelijkertijd krijgen wij via de televisie toch gehoord dat wij heel super intelligent zijn. Dat wij geweldige mensen zijn. Ja, en het gaat goed met ons en het is allemaal fantastisch. Open en vrij. Ja. En iedereen die uit buitenland komt, die is dom. En arm. Onderdrukt. En wij moeten zeggen hoe ze moeten leven, want wij weten wel, wij kouwen hun voor, of wij denken dat wij dan de verplichting hebben. Dat wij, want alleen wij weten het. En dat is dan, dat is heel zielig is dat. Er komt nog een vraag, die kun je natuurlijk, die heb je 14 dagen geleden heb je aan je water al voelen aankomen. Wat heeft dat nou allemaal met 2012 te maken volgens jou? 2012 denk ik. Of denk je dat 2012 ook een elite truc is? Ik denk dat, we hebben nu over de Maya kalender en dit soort zaken. Zoals je weet leef ik ook in Zuid-Amerika en daar is echt wel iets aan de hand. Maar ik denk dus dat de elite daar dus gebruik van maakt. En ik denk dat we een haast hebben om dat rond die datums allemaal, dus die nieuwe wereldorde, toch op een of andere manier, in ieder geval een paar stappen verder, een grote stappen te nemen om dichter bij hun doel te komen. Want ze hebben, soms hebben ze zich, dacht ik, ook wel eens vergist. Of dat er wat vertraging op liep of zo, in ieder geval. Ik denk niet dat ze op schema liggen. Maar ik persoonlijk denk dus dat 2012, oftewel of niet wat gebeurt, dat is even tussen haakjes. Maar ik denk dus dat de elite daar gebruik van maakt, van die datum. Dus dat kern van waarheid is, dat denk ik zelf ook. Kern van dat er gewoon een bepaalde waarheid is. Ja. Want die waarheid, dat zie je ook in de film 2012, dat was ram neergezet. Ja, maar dat is de apocalypse door. Nee, laten we de Hollywood en de hele filmindustrie, dus het wordt gestuurd, hè. Ja. Want dat is heel duidelijk. En wat ik al zeg, dus, of in het begin heb ik gezegd, dus over evolutie, ontstaan van het leven op aarde. Ik ben ervan overtuigd, ze hebben evolutietheorie is het, hè? Dus ze hebben geen bewijs en geen feiten. Dus ik ben ervan overtuigd dat daar dus... Ik ben ervan overtuigd dat het leven op aarde dus ontstaan is met ingrijpen van buitenaf. En of dat nu God is, want God is eigenlijk een titel, hè? Of ja, laten we zeggen, Marsmannetjes of wat dan ook. Want ook in Latijns-Amerika heb ik dus enorm veel dingen gezien, dus zaken die duidelijk wijzen op buitenaardse... Deze mevrouw is daar helemaal over. Ja, die is... Dat is mevrouw Nefertiti. Ja. Heeft die van niks zo'n gekke grote muts op? Ja. Misschien mag je hem heel even draaien. Ja. Heeft die van niks zo'n gekke grote muts op? Want die heeft een schedelinhoud die 2,5 keer groter is dan een gemiddelde mens. Ja, nou dat heb ik... De hele wereld bij piramides dit soort schedels gevonden. Ja. Niet in, maar in de buurt van piramides. Ja. Ja, maar er zijn, Van Däniken heeft erover geschreven, hè? Heel veel boeken. Het is heel, heel interessant en ik ben er zelf ook in Peru en al dit gebeurt, de Inca's. En dat, het is super interessant. Ik ben ervan overtuigd dat er veel meer is tussen hem en Adam.
ja, wat je ook leest, en zelfs in de Bijbel lees je dat een bepaalde prinses dus binnen een uur dus van het ene land naar het andere overgaat. In de Hebreeuwse geschriften lees je over voertuigen, die worden helemaal omschreven. Nou, de NASA heeft dat dan nagetekend, en dan blijkt dus dat je gewoon een raket. Of wat hun dus natekenen, kwam dus gewoon een raket kwam naar voren. Ja, er zijn een hele hoop zaken die in ieder geval niet kloppen. Ja, dus, maar het is dus heel duidelijk, het is echt wel meer tussen hemel en aarde. En voor mij is dus, dat is eigenlijk het begin geweest van alles. Het leven kan niet vanzelf zijn ontstaan. Ja. We hebben bij toeval, want men zegt dus het is wel vanzelf ontstaan, toeval. Toevallig hebben we een ozonlaag. Als moleculen in de zee vallen, in de oceaan. Dan zou dat, zegt men dan, dan is men bezig heeft door zijn levend iets gevormd en is er op land gekomen. Kan niet, moleculen vallen uit elkaar. Ah, oké, toevallig zijn ze wel bij elkaar gekomen. Komen op het land. Wat gebeurt op het land? Ultraviolette straling. Maakt het leven kapot. Wat heb je nog meer nodig om te leven? Dat is zuurstof. Ja? De fotosynthese. Nou, bomen, fotosynthese kan alleen. Een boom kan alleen bestaan omdat de wormpjes de wortels vrijhouden. Zodat hij kan water drinken. Dus toen dat eerste levende wezen op aarde kwam, was al een fotosynthese. Dus ook die wormpjes. Dus het is gewoon een kip en ei verhaal. Het kan gewoon niet. En zo zijn er zoveel voorbeelden. Maar dat wil ik hier nou niet over hebben. Nee, precies. Maar het is wel typisch dat de wetenschap, ik gebruik het wel eens als de nieuwe religie, want vandaag de dag mag je geen mening meer hebben, want daar zit een expert voor. Nee, maar dat is een specialist. Ja, dat is, de evolutietheorie is een religie. Ja. Maar je mag vandaag de dag geen mening meer hebben, want daar heb je wetenschap voor. Ja, en als je wel een mening hebt, dan ben je gek of raar. Dan word je in ieder geval heel erg vreemd aangekeken. Ja. Nou, die apocalyptische eindtijd, daar wordt veel over gesproken. Ik heb er zelf ook behoorlijk wat boeken over gelezen. En het komt eigenlijk in alle oude beschavingen komt het terug. Vanuit de Maya's, die hebben het over de apocalyptische eindtijd, de Aboriginal, verschillende beschavingen. Maar die hebben het allemaal over een tijd waarin zaken die wij eerder niet hebben kunnen zien, dat die ontsluierd worden. Oké, ja. Daar staat apocalypse ook voor. Apocalypse is een Grieks woord voor het opheffen van de sluier. Ja. Ik wil dat zelf ook op deze manier zien, positief. Ik meen ook dat de laatste maanden en de laatste weken dat er versnelling aan het optreden is in het openbaar worden van informatie die eerder niet openbaar was. Dat klopt, ja. Dus dat de heilige huisjes beginnen om te vallen. Ja. Stel nou dat die versnelling doorzet dat tot 2012, dan is op de eerste plaats is te begrijpen waarom de NWO zo met paniekvoetbal bezig is. Want ze doen echt de meest gekke dingen. Ja. Te doorzichtig vaak nu. Ja, want ze hebben, ook zeg, het interesseert u niet meer, hè? Want ze worden steeds brutaler ook. Ja. Ze weten dat ze eigenlijk dat hun nog weinig kan overkomen. Het is nog weinig wat hun kan tegenhouden. Dat klopt. Ik zelf heb daar niet zoveel in verdiept wat jij dus zegt. Maar ik weet wel dat er meerdere ook dimensies zijn. Ook wat ik net zei, dus meer tussen hemel en aarde. Dus waar wij dus nog geen misschien sommigen wel weet van hebben, maar nog niet de mogelijkheid hebben daar binnen te opereren. Maar binnen de onze elite kan dat wel. Ja. En die kan binnen andere dimensies zijn ze bezig. Hè? Ook in de geestenwereld en dat soort zaken. Maar zie jij dat zelf ook, die versnelling, van de openbaringen? Ik zie dat heel duidelijk. En er is ook een tijd gepland dat men dus de vertrouwen verliest in de politiek en alles. En dat is ook nu duidelijk gaande. Eigenlijk al sinds 11 september heb je dat ook. Dat klopt, er komt steeds meer informatie los. Er worden steeds meer mensen wakker, gelukkig. En of het allemaal nog te stoppen is, dat ik hoop. Dat we nog Marsmannetjes zijn, of wie er nog mag zijn, terugkerende Inca's. Ik hoop dat er van buitenaf wordt ingegrepen en op een bepaald moment. Ik hoop dat we dan overleven. Ja, want het zou eigenlijk te bizar voor woorden zijn. Kijk, ik gaf het zelf al aan, de schepping op zich.
dat kan niet uit van zichzelf. Dat moet. Ja, is perfect. Want dan nemen ze een man en een vrouw. Er hoeft maar iets aan een voortplantingsorgaan mis te zijn. Dan kun je niet voortplanten. Ja. Dus dat die paar moleculen, die bacteriën, die hebben zich nooit kunnen voortplanten. Je hebt natuurlijk ook bepaalde wezens die zich zelf kunnen voortplanten. Maar een mens is altijd een mens geweest en een hond is altijd een hond geweest. Je hebt allerlei soorten, hè, maar het is allemaal soorten binnen soorten. Het is allemaal heel gecontroleerd. Als je kijkt hoe de natuur in elkaar zit, perfect kan het niet. Alles is op elkaar afgestemd. Ja, dat en dat kan geen toeval zijn. Hè? Ja, en vergeet niet dat wij dus, want je hebt daar ook al NASA berichten over, naar een ander planeet kunnen gaan vliegen. Daar een ozonlaag kunnen aanleggen. Daar water, voedsel, want dat is ook een belangrijk graan. Dus te gaan planten. Dus een hele planeet. Wij kunnen theoretisch gezien een planeet gaan voorbereiden op leven. Dus, en ik neem aan dat dat van buitenaf dat dat ook hier gebeurd is. Ja, maar dan maak je automatisch een bruggetje, dank daarvoor. Zonder je, het lijkt wel alsof je kunt gedachten lezen. Maar je hebt het ook gelukkig niet. Ja. Ik zou het ook niet prettig vinden. Maar nee. Ik heb geen kwaaie gedachten, zo van jou. Wij zijn nu bezig met de global warming gebeuren. Ik wil het niet eens global warming, maar global change noemen. Ja. Want ik zie wel dat er veranderingen plaats zijn, maar ik kan die opwarming kan ik niet hard maken. Er zijn ruzies over. Ja. Kopenhagen, dat gebeuren is nu in de hand. Hoe kijk je daar tegenaan? Nou, het is allemaal nep. Het is voor mij heel duidelijk. Er zijn rapporten van de NASA ook weer. Die zijn naar president Bush gestuurd, die heeft gezegd, heeft het verboden om dat verder bekend te maken, maar de aarde koelt juist af op dit moment. Er is helemaal geen opwarming. En de catastrofes en alles wat je ziet, of laat ik eerst nog wat anders zeggen, als je nu eens kijkt naar Spanje. Het is zo koud. Sneeuwstormen, ook vorig jaar overal. Als je dus gewoon even de temperatuur in de gaten houdt, wereldwijd dan, dan zie je duidelijk dat de temperatuur helemaal niet stijgt. Ja. Het wordt eerder kouder, meer sneeuw, meer in gebieden waar normaal ook geen sneeuw ligt. Dit alles heeft te maken met een onderzoek, niet een project van de Verenigde Staten, dus. En dat heeft te maken met de controle van het weer. Door het weer te kunnen controleren kun jij dus allerlei dingen bewerkstelligen. Je kunt een vijand, bijvoorbeeld een oorlog met Iran die eraan zit te komen, je kunt die vijand onder het ijs bedelven. Ja, die kan niet verder, die kun je laten in sneeuw. Hè? Dus, en met dat project waar men dus mee bezig is, kan men nog veel meer zaken bewerkstelligen. Maar dit project dus, want men schiet enorme ladingen in de ionosfeer. Ja, en dat brengt natuurlijk enorm veel, wat ik net zei, de aarde is perfect, alles is op elkaar afgestemd, maar dat brengt dus enorm veel teweeg daar. En dat is dus de reden dat wij enorm veel overstromingen... Zijn er inmiddels wel 3 van die apparaten daar? Ja, ze hebben daar een heleboel... Ja, het gaat in... Alaska, ja. In Noorwegen, en ze hebben een eentje op Groenland bezig. Ja, ja. Ja, dat gaat enorm goed met hun. De rest van de planeet, dat is een rapport, dat mag schijnbaar niet gezien worden. Ik heb gelukkig nog niet zo lang geleden een stukje van mij gebruikt. Dat gaat over de apocalyptische eindtijd. Ik noem de recordering van de samenleving. Ik ben er echt van overtuigd dat er uiteindelijk iets goeds uitkomt. Alleen dat moet ook escaleren. Dat is mijn overtuiging. Ja, oké. Okay. De rest van de planeten in ons zonnestelsel, die zijn ook aan het veranderen. Zo is de maan, en dat is volgens Russische onderzoeken. Die onderzoeken die zijn al vrij oud, toch? De maan die is een dampkring in vorm, een steeds dikkere dampkring. Andere planeten die verschuiven de magnetische polen. Mm-hmm. Bijna op voor elke planeet in ons zonnestelsel is wat aan te werken op dit moment. Mm-hmm. En daar rijdt niemand met een dikke SUV rond. En nee, dat is duidelijk, maar daar heb ik mij dus totaal niet in verdiept. Ja, dat deel ik je bij deze dan ja, even dat mee. Dat is fijn, want ik wist dat, ik wist dat niet. Laat ik zo zeggen, diegene die hier op aarde alles in orde heeft gemaakt in het begin, ja, misschien heeft hij daar ook wel, misschien heeft hij ook wel de mogelijkheid om daar dus allerlei dingen door te voeren. Ja. Maar wat hier dus op aarde gebeurt, heeft dus niks te maken
met wat dus in ons zonnestelsel verder gebeurt. Het is duidelijk dat dit project van de Verenigde Staten dus de oorzaak is van heel veel ellende. Ik wil er alleen maar even mee aangeven dat die hele global warming en die global change, dat niks met de mensheid te maken heeft en al helemaal niks met CO2, want het is gewoon een van de vier natuurlijke elementen van onze atmosfeer. En als je een van die vier elementen kunt belasten, en dat doen ze in Kopenhagen, dus is een spekkoper, want dan krijgen ze een oneindige bron van inkomsten. Ja. Een oneindige bron. Ja. Nou, ik denk dat ze in Kopenhagen dus ook met hele andere dingen bezig zijn. De kleine groepjes, dat heb je vaak, hè? Met dit soort bijeenkomsten heb je kleine groepjes die dus echt van belang zijn, die dus onderling ook van contact hebben. Ja. De boodschappen die ze doorkrijgen, dat gaat niet schriftelijk of via een e-mail of via telefoon. Af en toe moet men dus even bijpraten. En dan ook wat ze de mensen van leven gaan geven door die CO2-stempel mee te geven. Want dadelijk leeft de mens, die staat op, die heeft al gedacht van straks van, oh god, hoe vaak heb ik uitgeademd? Want dit is CO2, hè? Ja, dan ga ik naar de wc, moet ik de wc doorspoelen. Maar zal mijn vrouw er ook maar meteen even een poepje op doen? En de kinderen ook, want dan hoef ik maar één keer door te spoelen. Ja. Mensen raken helemaal in stress, dan kun je toch niet meer leven? Nee, maar dat zijn wel weer, want zit nu wel in de westelijke wereld, vooral Nederland. Nederlanders die zo gaan denken, hè? Ja. Het is trouwens wel raar dat ze gaan denken, maar oké. Dat ze gaan denken. Ja, sorry. Ik heb nog één vraag op. En dat is een vriendin die heeft me daar op het hart gedrukt. Die wil het absoluut weten. En dat komt niet onderuit, want anders krijg je echt ruzie met haar. Ja. Die wil graag weten, wat voor rol speelt Oprah in het hele gebeuren? Oprah Winfrey. Ik vind, nou, mijn echtgenote kijkt altijd naar Oprah. Ja. En soms is het best leuk, interessant. Maar ik denk dus dat zij dus een heel belangrijke rol speelt. Ook in Obama is via haar dus met haar hulp denk ik ook president geworden. Ik denk dat zij een heel machtige vrouw is. En, was hij dan anders niet geworden, denk je? Nou, als Elite dat wil wel, maar het is natuurlijk wel makkelijk dat Oprah, dus dat iedereen op haar gaat stemmen. Alhoewel het stemmen ook in de Verenigde Staten. Vroeger dus op... Op de ene presidentstem ging de stem naar Bush bijvoorbeeld, hè? Dus met het systeem. Dus hij was het waarschijnlijk toch wel geworden, maar hij is natuurlijk wel populairer gemaakt, wereldwijd ook. Hè? Want het wordt natuurlijk wereldwijd en er was natuurlijk een hele sympathieke, aardige man die daar dus bij haar op bezoek kwam. Maar ik ben ervan overtuigd, zij zit daar alleen met toestemming van. Het zal nooit een persoonlijkheid, want het is een persoonlijkheid. Ik zei gisteren nog tegen mevrouw, als die meedoet aan de verkiezingen, dan wordt ze ook nog president ook. Ja. Dus een persoonlijkheid, maar die kan alleen zitten met toestemming van, want ze heeft enorm veel invloed. Ze trouwen bijna aan de dumping down van de Amerikaanse bevolking. Ja, ja. Als je zo'n zaaltje met kippen daar ziet zitten, sorry, maar ik kan daar geen andere woord voor bedenken. Nee, maar dat is heel duidelijk. Maar dat is eigenlijk de hele televisie bezig wereldwijd. Ja, maar voor de verre speelt ze geen... Ik denk dat zij gewoon dus bepaalde, net zoals iedereen eigenlijk binnen die groep, bepaalde opdrachten heeft. En misschien weet ze niet eens dat ze onderdeel uitmaakt, dat er gewoon gebruik van haar gemaakt wordt. Want men weet eigenlijk niet, ze zou het moeten weten, want ook in de Verenigde Staten is best veel informatie te krijgen, ook boeken van best goede en bekende schrijvers die over dit onderwerp spreken. We hebben een hele hoop materiaal besproken, eigenlijk nog veel te weinig, want ik had nog wel een paar vragen die ik eigenlijk wil stellen. We kunnen gewoon uren doorpraten. Dus misschien nadat we de camera uitgezet hebben, kunnen we nog even doorpraten. Mijn vrouw had nog een cocktail uit Ecuador voor jullie. Okay. Heb jij iets wat niet de revue gepasseerd is, waarvan je zegt van nou, daar wil ik toch even over hebben? Ja, er zijn dus een heleboel dingen, maar... Ik denk, want het is gewoon te veel. Ja. Het is ook als het te veel wordt, dan de mensen moeten het laten bezinken. Mm-hmm. Want het is echt wel degelijk iets aan de hand. Het is heel belangrijk. En wat ik dus zelf heel belangrijk vind, is dat ik heb vorige week dus contact gehad met de ambassade in Ecuador. En Ecuador zet de deuren open voor mensen die dus... Er zijn een heleboel mensen. Dan heb ik niet alleen over mensen die Nederland willen verlaten, maar ook voor kleine investeerders. Multinationals komen het land niet meer binnen. Je
Dat wordt allemaal geweerd, want het land is leeggeroofd door onze elite. Gelukkig hebben we nu een president die daar een beetje tegenin gaat. Hij is natuurlijk ook beperkt, want speelt heel veel belangrijke dingen speelt daar een rol. Daarnaast de boerenbedrijven in Nederland, veeteelt, pluimvee, houders, alles, worden bewust kapot gemaakt door de multinationals. BSE, al dat soort zaken, de ruimen van vee en ziekten die bewust gecreëerd worden. Dit soort mensen wordt de deur ook voor opengezet. Met subsidies en alles worden geholpen. Dan heb je de christenen, dat is ook heel belangrijk. Moslims niet, want die vluchten niet. Die hun geloof. Nee, die vluchten. Nee, want het, nee, binnen moslims heb je dus fundamentalistische groeperingen. En ook moslims zelfs zijn het daar niet mee eens. Ja. Moslims zijn hele vredelievende mensen. Mooi dat je dat eens een keer zegt. Ja, nee, dat is het. Ik ken heel veel moslims en ik ga er best veel mee om. En dat zijn, ze krijgen enorm veel over hun heen, sinds 11 september. Theo van Gogh, en dan hebben we hier nog zo'n grappen maken in de politiek. Met geel haar, die ook zeer met die mensen bezig is, met onzinnige dingen. Die mensen zijn niet bang voor wat komen gaat, want die staan heel stevig. Een christenen, een katholiek. Daar moet je ook een verschil tussen maken. Tussen christenen. Maar moslims staan in het algemeen heel stevig in de schoenen. En die zijn niet bang wat er op hen afkomt. Dus daar is het niet voor. Maar in ieder geval, ik zelf ook, woon het grootste gedeelte van het jaar in Ecuador. Het land staat open en via de ambassade dus kun je dus informatie inwinnen. Want er zijn best heel veel mensen die mij ook heel veel mensen schrijven mij, benaderen mij. Van, we willen weg, wat kunnen we doen, wat voor een oplossing heb je? En wij zijn daar dus mee bezig. Sinds vorige week heb ik dus daar een uitgebreid gesprek over gehad. Als je zo'n contact hebt met die Ecuadorse president, ja. Zou het een idee zijn, dat is mijn idee, dat is eigenlijk een beetje een droom van mij. Ja. Ergens een land die de industriële hennep, waar dus eigenlijk alles wat van olie wordt gemaakt, de industriële hennep op grote schaal gaat verbouwen en ook gaat mee produceren. Want dan zouden jullie meteen koploper van de wereld worden, wat dat betreft. Ja, we kunnen daar straks over hebben dus. Ik kan dat voorleggen, want ik heb binnenkort een hele dag een gesprek met de ambassadeur en andere mensen van de ambassade. Niet alleen dat, want er zijn ook wat andere projecten, want men is bezig om geld bij te drukken, maar een andere valuta. Okay. Er wordt ook, ik wil ook met hem praten over dat in de dollars gaan omwisselen naar euro's. Dat is ook heel belangrijk. En ja, dat geld dus binnen de relatie blijft. Blijft circuleren, want dat is het ruilmiddel. Als verhoogd geld uit de relatie is, dan zijn we onze vrijheid kwijt. Dan zijn we helemaal gebonden aan de banken. En ja, banken hebben niks. Het zijn computers en gebouwen. Hè, maar ze zijn ons dan wel de baas. En, als je dan naar Albert Heijn gaat voor een potje appelmoes en je pinpas doet het niet, dan is er geen geld meer. Dan heb je een probleem. Ja, precies. Ja, en ja, wat nog meer. Ja, dus dat misschien nog wel belangrijk is op het ogenblik zijn. De vaccinaties die wereldwijd overal plaatsvinden, dat is dus, maakt ook onderdeel uit van ja, ook daar spelen heel veel aspecten een rol. Je hebt verschillende vaccinaties. Ik heb me daar, zelf ben ik niet zo in thuis in dit onderwerp, maar ik weet dus wel dus. En van wetenschappers waar ik dus ook contact mee heb. Ik heb onder andere een boek over BSE geschreven in Duits en in Tsjechisch. Samenwerken met Zwitserse wetenschappers. Deze mensen geven dus aan dat dus de vaccinaties. Je hebt vaccinaties met bijwerkingen, zonder bijwerkingen. Je hebt vaccinaties die, indien je die wordt toegediend, juist dat je door die vaccinatie andere mensen gaat besmetten. Is er ook. Dus zijn heel onze politici, dus hebben, ja, wereldwijd hebben een ander soort vaccinatie gehad dan de bevolking bijvoorbeeld. Bijwerkingen zijn er in Nederland, dacht ik, niet zoveel. Wordt ook verzwegen, want dat weten we niet. Maar er zijn wereldwijd, en dat weet ik ook, in Belgrado, enorm veel doden, kinderen die blind zijn geworden, in coma geraakt. In Latijns-Amerika, duizenden doden. Overal dus, maar dat wordt allemaal verzwegen. Dus. Maar ja, dat hebben we het al gezegd, de media is dus sinds begin vorige eeuw staat helemaal onder controle. Ja. Nou, voordat ik je de hand ga geven om te bedanken, heb ik nog één vraag. Heb je een boodschap voor de zaal, 23 januari, het symposium van het Spiritueel Café, ben je die op camera gegeven, die boodschap?
Ja, een boodschap. Heb je boodschap? Ja, ik heb een boodschap. We gaan dus echt heel donkere tijden tegemoet. Dat is heel moeilijk. We gaan echt heel moeilijke tijden tegemoet. Maar probeer positief te blijven. Wees lief tegen elkaar en geniet zoveel het nog kan. En ja, misschien wordt er ingegrepen. Misschien ontstaat het alsnog een probleem binnen de elite zelf. Dat kan ook nog. En mensen die dus een klein beetje reclame maken voor mijn boek. Ik heb meerdere boeken geschreven. En in principe, het is natuurlijk mooi dat je ze allemaal koopt, maar dat hoeft dus niet. Maar in principe is het belangrijk als je dus meer informatie wilt over dit onderwerp. Dat je dus het boek koopt van de oorzaak van veel ellende en kwaad op aarde. Daar heb je genoeg aan om je te informeren. En er komt dan wel een heleboel op je af, maar laat het me zinken. Ga nadenken, word wakker. En wat ik zeg, we moeten ineens wel, we kunnen het nu eens afwachten. Goed zo, Robert. Hartstikke bedankt voor het interview. Klaar. Ik ben het helemaal met je eens. We zullen een moeilijke tijd tegemoet gaan. Ja. Maar als we elkaar blijven helpen en mensen gewoon elkaar helpen, dan komt het allemaal goed. Dat is ook heel belangrijk. Graag gedaan. Dankjewel.